Trengel, bom, bom, tan, tan. In deze vlog, heb je getraind. En vast dat je dat aan het werken zijn, Jasper. Ja. Allee. Jong. Wat? Je zit in een wiel. Ze gaat er met kop, man. Twee wedstrijden gelopen. Let's go, hè. Trengel, bom, bom, tan, tan. Trum, bom, 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 tan, tan. Goed, voilà. Aangekomen in Duffel. Daar is altijd de piste. Los, binnen exact anderhalf uur. Ik ga het parcours verkennen. Vroeger liepen we daar nog, op dat veld achter de filmband. Oh, andere tijden, alles veranderen. Zo gaat dat. Goed, dus crosskaartje. Op de crosskip is dat nooit niet nodig. Ik denk op de regionale crossen nog altijd wel. Ik weet het eigenlijk niet. Ik zat nog een amateur van tijden. Maar goed, crosskaartje. Ik heb al een valnummer. Let's go. Daar is hem dansen. De bronzen medaille van het Belgisch kampioenschap Biermile. Ah, hey, dat is een keigoede training. We gaan 50 seconden lopen en dan gaan we 50 seconden chillen. Hier zijn we. Ga je terugvloggen op mijn vlog? Ik ga terugvloggen wat ik aan het vloggen ben. Schoon shirt. Dank u. Leg dat eens uit. Exclusief, dat is exclusief. Oeh. Ja. Dat is het koop. Dankjewel. Voilà. En we hebben zo net geregeld dat als je die koopt, dan krijg ik 50%, dus technisch gezien sponsort je mij. Vandaag in deze allereerste vlog de EK-selectie van Pieter-Jan Hannes. Twee, de overwinning van Pieter-Jan Hannes in Roeselare. Wat verwacht je van de prestatie van Pieter-Jan vandaag? 10 seconden los, overwinning, korte cross, selectie EK. En Europese titel met Team Belgium op de mixed relays. Hè. Er zijn nog zekerheden. Vriendjes, wat verwachten jullie vandaag van Trengel, bom, bom, tan, tan. God, echt, ik heb alles aan wat ik mee heb, want het is super koud. Oké, ik ben in Roeselare, waar elk jaar de selectiecross is voor de Europese crosskampioenschappen. Ik doe niet mee aan de lange cross, maar aan de korte cross. Hoe komt dat? Mol was niet bepaald een succes. Ook al gaat de federatie naar verluid hun selectie voor de 4x1500 maken op basis van de 1500 meter tijden, denk ik niet dat één federatie mij op basis van Mol gaan selecteren. Ik zou dat zelf ook niet doen. Dus ik had zoiets van, misschien moeten we toch maar de korte cross lopen in Roeselare. Om toch te laten zien dat ik het ook waard ben om gestuurd te worden. Dat heb ik het idee. Dus voilà, nu zijn we hier. Gaan boeiende wedstrijd worden, denk ik. Moet ik eerlijk zeggen. Maar we zullen zien. Goed, let's go. Lekker! Het is gebeurd. Ik heb eindelijk nog eens een koers gewonnen. Dat was ondertussen 2 jaar geleden. En dat is in de vlogs nog nooit gebeurd, want ik ben nog maar een half jaar aan het toggen. Maar dus, Roeselare, ja, kijk, korte cross, iedereen was er. Fantastische wedstrijd, ik voelde me heel goed. Denk wel dat ik dat heb kunnen laten zien ook. En dat is beloond door de federatie. Ik ben officieel geselecteerd voor de Europese kampioenschappen, 4x1500 ploeg. Samen met Ismaël de Biaar, Elise van der Elst en Sophie van Akkom voor België, de Mixed Relays 4x1500 meter op de Europese crosskampioenschappen. Nice!